De trolleybus, een van Arnhems kenmerken. En op 5 september 1949 werd de eerste trolleylijn in gebruik genomen tussen Oosterbeek en Velp. Wij nemen u graag mee terug naar toen. Op 30 december 1879 werd de Arnhemse Tramwegmaatschappij opgericht. En in 1880 werd de eerste paardentramroute geopend in Arnhem. Die liep van het station naar Velp. Langzamerhand kwamen er meerdere routes bij en in 1906 beschikte de Arnhemse Trammaatschappij over 15 gesloten en 11 open tramwagons. In 1911 werd in Arnhem de elektrische tram geïntroduceerd en binnen een jaar waren alle paardentrams verdwenen. Het elektrische tramnetwerk werd langzamerhand uitgebreid. Tijdens de slag om Arnhem in september 1944 werd het elektrische tramnetwerk bijna volledig verwoest. De passagiers van het Arnhemse openbaar vervoer werden kort na de oorlog vervoerd met een soort veredelde vrachtwagen waarin zitplaatsen waren gemaakt voor de passagiers. Via de achterdeur konden de passagiers in- en uitstappen. Al voor de oorlog waren er in Arnhem plannen om de tram te vervangen door trolleybussen. Doordat de complete tramremise vernield was in de slag om Arnhem, kwamen deze plannen na de oorlog in een stroomversnelling terecht. Op 5 september 1949 werd de eerste trolleylijn geopend. En ook hier weer werd de eerste verbinding gemaakt tussen Oosterbeek, het station en Velp. We hebben in Arnhem trolleybussen in velerlei uitvoeringen gehad. Maar de 101 was de eerste trolleybus. De 101 is het oudste type trolleybus van het Arnhemse net. De 101 heeft dienst gedaan tot 1972, waarna hij werd opgelegd. Een groep trolleybusliefhebbers, nu verenigd in de NTV, de Nederlandse Trolleybusvereniging, heeft ervoor gezorgd dat de 101 behouden bleef voor het nageslacht. Dankzij de goede zorgen van trolleybusliefhebbers is hij nog steeds voor bijzondere ritten beschikbaar. Thank you.
Arnhem is de enige stad in Nederland waar nog trolleybussen rijden. Tot zover deze aflevering van Terug naar Toen. Volgende week meer.